Yo guys, welkom bij de review met vandaag een kijkje op The Prom. Oké, okay, The Prom is misschien wel de engste film sinds Cats. En waarom zou je je waarschijnlijk nu wel afvragen? Een heel simpele reden, James Corden zingt de hele film lang. Ik wist niet dat het zo'n gigantisch grote musical zijn, die was afgeleid van een Broadway musical. Dus dat was best wel interessant om te zien. Maar James Corden speelt een hoofdrol. Laten we zeggen dat ik Cats toch altijd niet vergeten ben. Dat zal ik ook nooit gaan doen. Het enige wat deze film nog miste, was Judy Dench die de andere hoofdrol speelde. En dan was ik gewoon deze film niet beginnen kijken, denk ik. Maar hey, Meryl Streep speelde de andere hoofdrol. En dat was best interessant. Maar deze film over ging. Had ik geen idee van. Dus ik was best wel verrast. Laten we gewoon snel gaan invliegen met Pram. Het is heel duidelijk dat het eerst een Broadway musical was. Voordat het een film werd. Er zitten erg veel nummers in erg veel en ze zijn catchy as hell. Deze films zitten ook enorm goed in elkaar gechoreografeerd en dat valt ook echt op. Liedjes als Alyssa Green en Love Thy Neighbor doen het ook echt enorm fijn en enorm leuk. Het omliggende verhaal is daarbij niet volkomen debiel, maar is wel vreemd en moet je even inraken. En eerlijk toegegeven, het heeft een bijzonder mooie noot en een bizarre premisse. Verhaal 175 op 200. Emma Nolan was een geweldig personage en ook Alyssa Green was een top personage. De twee pasten ook echt gewoon perfect samen. En raar maar waar, maar ook de bekende koppen in Didi Allen en Barry Glickman deden het enorm goed in deze film. Al moet ik wel toegeven dat Trent by far het verste uitstak in zijn performance en hij was echt awesome. Eigenlijk het enige personage wat ik oprecht het minste vond en ook niet zo heel bepaald goed gedaan, was Angie Dickinson. Personages 170 op 200. De kleuren, de shots, de cinematografie en de choreografie waren enorm goed gedaan in deze film. Het zag er echt geweldig uit, maar ik moet er wel toegeven, met zijn 2 uur en 12 minuten duurt deze film echt eindeloos lang. Pacing en designing 125 op 150. De film heeft wel een aantal heel erg toffe en heel erg verrassende momenten die ik niet zag aankomen. Helaas zijn het wel maar enkele momenten in een lange film. Surprisement 55 op 100. De film daarbij is ook goed geacteerd, maar vooral heel erg goed gezongen. De liedjes staan echt aan en de stemmen passen perfect en ik heb volgens mij amper valse noten gehoord. Maar daar ben ik niet zo goed in om dat te herkennen, want ik ben geen zanger, je wilt mij niet horen zingen. Acting 135 op 150. De critics van Netflix, zij geven deze film een 56 op 100 ben ik het totaal niet mee eens. Ik geef hem een 40 op 50. Net als entertainment gezien, geef ik deze film 4 sterren en een hartje, oftewel 45 op 50. Het brengt totaalscore van de prom uit op een 801 op 1000, oftewel een 8 op 10. Heb jij de prom nou gezien, oftewel in Amerika? Homecoming? Laat het dan weten in de comments hier beneden. Ik zie jullie graag terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken, en bye bye.